Goedenavond, beste kijker. Goedemiddag, beste kijker. Dan volgt nu het jaaroverzicht van de sport. Wie was ook weer de sportvrouw van het jaar? Was dat niet dat meisje van Limburg? De laureate is... Roffel, Roffel. Voor de derde keer, judoka Ingrid Bergmans. Wat bracht 1984 voor de leading lady in het judo? Voor mij, ik ben 6 maanden gekwetst geweest. Ik heb een operatie ondergaan en ik ben terug aan het trainen. Ik begon eigenlijk in juni en ik ben wereldkampioen geworden opnieuw voor de derde keer in december. Het was half november eigenlijk. Toen stond Ingrid Bergmans tijdens het wereldkampioenschap in Wenen in de finale van de categorie tot 72 kilogram, dat is haar eigen klasse, tegen de West-Duitse wereldkampioene Barbara Klasse. Klasse had Ingrid Bergmans op het vorige WK in Parijs verslagen in die finale van dezelfde categorie, dankzij een beslissing van de scheidsrechter. Een aanvechtbare beslissing. Maar nu nam Ingrid Bergmans weer wraak. Ze nam Klasse in een houtgreep waar de West-Duitse niet meer onderuit kon. Het is eigenlijk al mijn droom van de eerste keer als ik wereldkampioen was, van de dubbele titel te halen. Ik heb er juist naast gegrepen in Parijs en nu heb ik hem dan gewonnen. Inderdaad, de volgende dag stond Bergmans weer in de finale, nu in de OP-categorie, tegen de Nederlandse Marjolein van Une, die wel een paar kilo's zwaarder was. Het is wel een van de eerste keren dat ik eigenlijk van mezelf content ben dat ik gewonnen had, op de manier dat ik gewonnen had. Er zijn veel dames die eigenlijk op een speciaal gaan werken, zoals ze zeggen, dus die een speciale beweging al te gaan aanleren. Ik vind het belangrijk, zeker als je in de OP-categorie uitkomt, dat je meer als ene worp hebt, omdat je hebt daar verschillende mensen, je hebt zwaardere, je hebt lichtere, je hebt grote, je hebt kleine. En dan zijn we al verplicht om van alle soorten te kennen. Marjolein van Une, die de dag ervoor al brons had gewonnen in de categorie boven de 72 kilogram, had helemaal geen verhaal tegen Ingrid Bergmans. Bergmans nam haar in een pijnlijke armklem. U ziet het aangezicht van de arme Marjolein, die hier al wist wat er aan het gebeuren was. Aftikken met de voet dan maar. Twee gouden medailles, twee wereldtitels voor Ingrid Bergmans. Een zalig en gelukkig nieuwjaar. Ja, maar nog maar meer medailles. aan alle kijkers en supporters. Aan alle kijkers en supporters, een zalig en gelukkig nieuwjaar. Dat is nu een dialect, hè? Ik kan dat niet platter. Ik klap niet plat. In Hasselt stel. Dat kan ik niet. Wat zegt u dan met wens? Ik? Maar bij ons in het campus, dat zo niet. In 1984 was het jaar van Bergmans en Bellemans, van George Orwell en Pieter Joubrood. Bellemans bracht het Belgische voetbal terug tot zijn echte proporties. Joubrood verbond de Olympische Spelen met zaken doen, going for gold en money. Geld en goud, chauvinisme en nationalisme, Amerika boven, dat is het overheersende beeld van Los Angeles 84. Joubrood, Bellemans, Orwell, nog Bergmans kunnen om zeer uiteenlopende redenen overigens in deze studio aanwezig zijn. Wel van de partij is de ploeg van het jaar en dat is natuurlijk Anderlecht. Over voetbal gesproken, 1984 was ook het jaar van het Europese kampioenschap en van de Belgische zwanenzang. Bellemans is weliswaar niet in deze studio aanwezig, toch hangt zijn schaduw over dit programma.
De Rode Duivels vertrokken naar Frankrijk met een onuitgegeven verdediging. Groen, Kleisters, De Greef, De Wolf. Een gevolg van het omkoopschandaal.